leesmoeders, mammoetwet en flippo-verbod ten spijt, is er in het Nederlands onderwijs altijd één ding hetzelfde gebleven. In iedere klas of groep zit wel een jongen met rood haar. Onze heet Tommy. En wij beschouwden het als onze dure jongensplicht om hem van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat te treiteren. En terecht, had hij maar geen rood haar moeten hebben. En toch verlangden we er diep in ons hart allemaal naar een Tommy te zijn. Want als je rood haar hebt, begreep ik al heel gauw, dan ben je iemand. Al doe je verder niks, je bent tenminste altijd nog die jongen met rood haar. En zo is het gebleven. Dat rode haar, dat stoot af, maar het trekt ook aan. Het is een pluspol en een minpol in één persoon. Het is een klein mirakel. Kortom, er is iets met roodharigheid. Maar wat? Dat zocht ik voor u uit. In de bakermat van de roodharigheid. In Ierland. Hello. Morning. Hello. May I ask you a question? You're from around here? Yeah, we're from Galway. Are there many of those beautiful red-headed as you are here? Oh yes, there's a lot of people. Yeah, you have many in the school too? No. No, you're the only one? Yeah. And so they're teasing you? No. No, they don't call you names? No. No? For Ireland it's kind of like red hair and is the main trait in Ireland. So what you're going to do, marry a redhead? No. Getting red-headed children like these? I love red-headed children anyway, I imagine. Uh-huh. Probably, yeah. Kijk, dat is het nou. He, hoe negers eruit zien, dat weten we nou wel. En de Chinezen, die lijken ook nog allemaal op elkaar. Maar roodharigen, daar kijk je nog steeds je ogen op uit. Niet alleen vanwege die rode haren, maar ook vanwege de sproeten, die huid. Dat groene jurken dragen, of juist niet. Dat anders zijn en toch hetzelfde. He, dit is een zwart-wit foto, notabene. En toch kun je zien dat ze hartstikke rood zijn. Dat is de magie. Zijn roodharigen het uitverkoren volk? Dat zoeken we uit hier in Kenny's boekshop. Excuse me, you're Mr. Kenny? Oh no, no. I wish I was. No. Well, anyway, perhaps you can help me. I think you're an expert on my subject. The subject is red-headedness. You know anything about it? I know a little about it, yes. Mm-hmm. You've been red-headed all your life? Obviously, yes, I have, yes. I've youngest of five children, and none of the others have red hair, so I know what it's like to be an individual redhead. You like it? Oh, it's good fun, yeah. It has its good sides and its bad sides. Like what? Well, one of my earliest memories was when, as a child, a large group of us were throwing snowballs at buses, and we got chased by the local priest, who caught me, and he said that was my first lesson, that never be a redhead in a crowd. Alleen tussen een hele menigte andere rooien valt een rooie niet op. Maar juist doordat ze zo opvallen, zijn rode dieren vaak in trek. Soms zijn ze zelfs beter. Roze grutto's bijvoorbeeld zijn echt beter naarmate ze roder zijn. Alleen de sterkste grutto's kunnen het zich bij ons veroorloven tot het laatste rode borst- en buikveertje te ruien voordat ze naar Siberië op weg gaan om te broeden. Hoe rooier, hoe mooier, vinden de vrouwtjes in hoop van hun man. De meeste rooien vind je in de landen met de minste zon. Dat is maar goed ook,
Want rood haar gaat vaak samen met een witte huid die nooit bruin wordt en daardoor snel verbrandt. In Ierland heeft een kwart van de mensen zo'n huid die 10 maal zo gevoelig is voor kanker. Nederland scoort met 3% roodharigen hoog, maar toch niet zo hoog als Scandinavië, Schotland, Wales of hier, in het uiterste westen van Ierland. It's one of the characteristics of Irish people to sort of red hair, pale skin, freckles, wear Aran jumpers, that kind of thing, you know? But if you were in school as a small child, they don't tease you with being red hair. Well, to be honest, we do, yeah. Sometimes they called you ginger, you know? Ginger is a sexy fella. And redhead all the time, you'd get that as well. Sometimes, but you get used to them. Do you know those batteries, the Duracell batteries? Uh-huh. And I've often been called copper top because there's a copper top on the top of the battery, things like that. Like you'd look like Boris Becker or what's another one, like a carrot or, you know, something like that, you know. Yeah, ginger, carrot head. The one that really gets me is Kipper, you know, I just like that one. That's the only one that gets my way. They used to call me Duracell in school. And I used to think it was, because the Duracell, their advertising campaign was like, you know, we last 6 times longer than any others. Yeah, that used to be my reply. Go, hey, Duracell, like, oh, at least I last 6 times longer than you. And but they never actually got the joke, but I thought it was brilliant at the time. But the other one is Carrot Top. Yeah. Carrot Top. Rusty. Carrot Tops are green. That's what I never I suppose, yeah. The girls used to call me Carrot Head, and I used to get kind of upset because I was a very sensitive child. But once the British monarchy, when the prince married the Duchess Fergie with the red hair, I told them and they all kind of shut up a bit. They didn't say it again. At the moment, a lot of redheads are called Kipper. It's a fish. It's a red fish. And for some reason, we're just called Kipper. So you could be walking down the street and people you don't even know will start shouting Kipper at you. De Ieren zijn dol op toneel en sowieso op literatuur. Dus des te gekker is het dat er zo zelden roodharige vrouwen worden bezongen. Je bezingt toch ook, vinden ze hier, geen schele geliefde of eentje met ratten. En als ze er echt niet omheen kunnen, dan noemen ze zo'n roodharige gewoon een golden hair girl. Een goudharige. Want goud is altijd goed. Met goud kom je zelfs als vis aan het toneel. Of in een kom of plastic zakje. Want de goudvis, dat is de poedel onder de vissen. Terwijl, je hebt er niks aan. Pootjes geven kun je ze niet. Een goed gesprek heb je niet met ze. En aaien, ja, dat gaat 1 keer. Dan is het afgelopen. Het enige wat een goudvis redt, dat is zijn kleur. Zonder goud is ook een goudvis maar gewoon een vis. Een goudvis is een erfelijke afwijking die kan zwemmen. Van nature zijn rode vissen vooral te vinden rondom riffen, waar felle kleuren heel normaal zijn. Op het land is rood of roodbruin vaak een goede schutkleur. Mede daarom gaat het de rode panda aanmerkelijk beter dan de reuzenpanda met zijn opvallende zwart-witte kleuren. Voor een huisdier maakt het niet veel uit of die rood dan wel zwart-wit is. Wel gaan bepaalde kleuren vaak toevallig met bepaalde kwaliteiten samen. Zo is roodbontvee van ouds in trek omdat het zowel melk als vlees geeft. En af en toe een kalfje natuurlijk. Soms zelfs in zwart-wit. Een typische roodharige is ongeveer 1,60 meter tot 1,90 meter lang, heeft een neus,
twee oren en krijgt na ongeveer 20 à 30 jaar 2 à 3 jongen die met een jaar of 18 het ouderlijk nest verlaten. Een roodharige lijkt dus sprekend op ons, behalve dan dat verschil. Hoe maak je een roodharige? Ja, kijk, gepruts zoals de meeste mensen met henna en met lipstift, dat heeft natuurlijk geen zin. Die henna die gaat niet echt in het haar zitten en lippenstift is niets anders dan rode schoensmeer. De echte roodharige die herken je aan de rode wimpers en wenkbrauwen. En om die te krijgen heb je nodig een roodharige vader en een roodharige moeder. Alleen dan krijg je de juiste kleurstof. Want dat rode haar zit vol met een stof die bij zwarte mensen, bruine mensen, witte mensen niet voorkomt. En ook bij dieren niet. En de enige manier om dat voor elkaar te krijgen is dus gewoon fokken. En je hebt natuurlijk ook ijzer nodig. Die sproeten zijn volgens de volksmond de geroeste uiteinden van stalen zenuwen. En die zitten overal over het hele, nou ja, het hele lichaam. You've got freckles on your legs as well? Not one. Put your show? Two white. Oh no. No. Show it again. No freckles at all. Not one. But it's got that very particular white. Het is zo hartstikke wit. Ivoorwit, roomblank, waar de Victorianen zo ontzettend dol op waren. Maar wat wel een beetje lastig is, want de huid van een roodharige, daar schemert het binnenste gewoon doorheen. Ja, en binnen in een mens, wat zit daar? Slijm, snot, zenuwen, botjes, spieren en natuurlijk bloed. Waardoor een roodharige altijd laat blijken wat er van binnen gebeurt. They blush more, don't they? Oh god, yeah. Do you blush? Yes, desperately. Can you show them? Yeah, no. Does they ask to do so? No, I mean, they blush very easily, no matter what people say. Well, especially when they get embarrassed or if they don't know something and they're asked something and they kind of go, whoops. Well, I blush over anything. I mean, anyone walks into the room and I go bright red. As far as lying is concerned, I'm actually quite a good liar, but I wear a lot of makeup, so it kind of covers up the blushing. I can't tell lies, because if I tell a lie, my whole face goes red from here to here. My mother goes, "You're lying." How do you know? Because your face, it tells me you're lying. We can tell lies, surely. Like, studied drama for 4 years, for that extent. But I suppose because of our fair skin, a blush appears much more like a blush or like a beacon. De mens is het enige dier dat bloost, schreef Mark Twain. Of althans het enige dat daar reden toe heeft. Het is duidelijk dat Twain niets van walrussen wist. Die leven in water zo koud dat wij er binnen enkele seconden in doodgaan. Hun dikke vetlaag houdt hun warm. Maar op het land is dat juist een nadeel. Om te voorkomen dat ze oververhit raken, laten ze hun bloed door al dat vet heen naar de opperhuid stromen. Kortom, ze blozen. Eilanden, daar kom je rare snuiters tegen. Koppensnellers, katten zonder staart, ukulelebouwers, boudewijnbuurs, protestante mannenkoren en natuurlijk roodharig. Dat is niet zo gek, want om een rood kindje te maken heb je liefst een rode papa en een rode mama nodig. En waar kom je in Lutjebroek of Casablanca als rode man en rode vrouw tegen? Kijk, op zo'n eiland is dat veel makkelijker. En zijn er eenmaal veel rode papa's en mama's, heb je veel rode kindertjes en wordt de kans om elkaar tegen te komen steeds maar groter. Dus zo'n eiland is een splinter van het paradijs, is een dorado voor elke verzamelaar. Stel je nou eens voor dat er marsmannetjes zijn die mensen verzamelen. Die willen natuurlijk allemaal zo'n prachtige roodharige hebben. En vooral die met die rode oogwimpers, die zijn het meeste geld waard. Dus er worden verzamelexpedities uitgestuurd door de marsmannen naar eilanden natuurlijk.
De wereld is zo saai, zo monotoon. Alles is groen. Bos en hei zijn groen, een krop sla is groen, je achtertuin is groen. En er zit niets anders op, want de wereld die bestaat voornamelijk uit planten. En een plant, die is groen. Daar zit allemaal bladgroen in om de energie uit het zonlicht te halen. Zou wel iets wezen voor ons misschien? Leven van de licht en de lucht, dat je niet hoeft te eten, je hoeft niet te werken. Je moet alleen bladgroen hebben natuurlijk. Dat je bijvoorbeeld een hele grote bos met groen haar hebt en nooit meer iets hoeft te doen. Waarom doen we dat niet? Nou, dat kan je hier zien. Kijk, zo'n plant, dat hij hier staat te staan, dat is niet omdat hij het hier zo leuk vindt, maar dat is gewoon omdat hij de puf niet heeft, de energie niet heeft om hier weg te gaan. Er zit gewoon te weinig energie in die zon. Dus groen haar heeft geen enkele zin. En wat is dan de zin van rood haar, van peentjeshaar? Waar een peentje voor dient, ja, dat weten we wel. Zou dat het zijn? Zouden al die roodharige vrouwen soms in de schemer beter kunnen zien? Nee. In rode haren zit een heel andere kleurstof dan in peentjes. En ook rode poezen hebben geen carotene in hun huid. Al zien ze nog zo goed in het donker. Krabben en garnalen hebben zulke kleurstoffen wel. Ze halen ze uit algen en ander voedsel. Daarbij zetten ze ze om van geel in oranje-rood. Flamingo's en ibissen die garnalen eten, worden er op hun beurt rood van. In dierentuinen worden ze ook met rode kleurstof uit kanterellen bijgekleurd. Mensen eten oranje-rode wortels om vitamine voor hun ogen uit te maken. Als kind keken we jaloers naar onze poezen. Die hoefden nooit worteltjes te eten en konden toch goed in de schemer zien. Een poes is dan ook slimmer dan een mens. Om aan zijn vitamintjes te komen, eet hij niet de wortels, maar de worteleters. Yeah, she is very like me. She's very much independent. She's very much her own person, and she likes to have everyone beneath her and to know what they're doing. And she doesn't like to be disobeyed in any way. It's very much like myself. When I was younger, I dreamed of dyeing my hair, but my mother would never let me because she always wanted to have green eyes and red hair. And she never did, so she always said that, you know, I was her perfect girl and everything, and she'd never let me dye my hair red, and now I thank her because I really like having red hair. I think I'm supposed to be very temperamental. Yeah, and have a very bad temper, but I don't know. I don't think I have a very bad temper. I might be a bit temperamental. He is quite temperamental. He's not, he only sits on your knee when he wants to sit on your knee. And otherwise. You ever did dye your hair? I never dyed my hair, no. My mother would never let me. It's always the mother. Yeah. She is redheaded as well. No, none of my family have red hair. I'm a bit of a freak in the family. I have an older brother, he has red hair. My father, he has red hair, and I have an uncle. That's everyone in the family that has red hair. Ieren zijn de Belgen van de Britten. Hun rode haren vormen daarbij een welkom mikpunt van spot. Volgens het nieuwste onderzoek berust die haarkleur op één erfelijke eigenschap die de verhouding tussen zwarte en rode kleurstof regelt. Dezelfde eigenschap zorgt ervoor dat de huid niet reageert op het hormoon dat normaal bij felle zon voor meer zwarte kleurstof zorgt. Zelf vinden de Ieren overigens dat ze niet zo rood als peentjes zijn, maar als verschoten Marokkaans leer. Dat beweerde althans het tijdschrift van deze universiteit in Dublin. Tegenwoordig wordt de roodharigheid er bestudeerd door dokter Andrew Lloyd. Die werkt aan rode mensen en rode poes. Hoe zeldzaam zijn die rode poezen eigenlijk?
the rarity value of red cats is different depending on what part of the world you're looking in. So that in some parts of Ireland, red cats are very rare, and in other parts of Ireland, red cats are comparatively common. The reason why cats in Ireland, the frequency of different coloured cats have been studied in Ireland, was to extend a hypothesis that had been brought up to explain very high frequencies of red-headed cats in the islands off the coasts of Scotland, in island groups such as the Hebrides, Orkney, Shetland. And when cats were sampled in these island populations, they found that the frequency of red cats was very high, very elevated compared to the rest of Europe. There were no cats in these islands on the periphery of Scotland until the Vikings got there. The Vikings had a particular profile of cats, and they took a sample of their cats when they went off a roving. It could be that the Vikings had a sympathetic preference for red cats, and when they had to load the ship's cat in order to keep the rats and mice down on the voyage, they took a red one. And how about our Amsterdam cats? They're from Vikings too? No. The Romans were in Amsterdam in their own time, and they almost certainly brought cats with them. So that Amsterdam has a characteristic frequency of cat genes, which you can find by sampling 400 cats in Amsterdam. What do you mean by sampling? You catch them and kill them? No, the joy of cats is that they carry their genes on their sleeves. And I can diagnose a running cat at 50 meters for 7 different genetic loci, for 7 different genes. I can say that he's carrying that. And if I do that, by walking quietly through the streets of Amsterdam, noting down the genes which are carried by each cat as I see it, and then leave that cat behind me and walk on into new areas, I can sample the whole of Amsterdam. That's what you've done? I have done that. And what did you find? Well, I found that the cats of Amsterdam are very similar to the cats of Rotterdam and Utrecht and Leeuwarden. Unlike people. I'm sure the people are very similar if you compare it to a global perspective. But the interesting thing from the Amsterdam point of view is when I extended my studies to the New World. And it was interesting that the cats of New York stood out as an anomalous population. They were different from the cats of New England, which are just beside it. Mm-hmm. And so we tried to explain this, and we found that there was a very close relationship between the cats of New York and Amsterdam. And this immediately made historical sense to us, because in 1609, traders and settlers from Holland... Yes, we found it. Yes, we did. So it wasn't New York always. For the first 50 years of its existence, it was Nieuwe Amsterdam. So the Dutch brought their cats with them to New York. The cats, And you still can see that? You still can see that. After all those Italians and Creek and other people who went to New York. The first cats there have a distinct advantage, because cats are, they go about their business of reproducing without taking heed of what their owners want to do. And when a cat population reaches a certain size, it's inert. Why then study red cats especially? Are they special in some kind? Not particularly interesting in themselves. It's just another gene to study. But it turns out that red cats, or the red gene in cats, has been particularly diagnostic for a number of these studies. You've got cats? I do not have cats. You don't want them, you hate them? I don't hate them. My mother hates cats. But for me, cats are furry bags of genes with which I can carry out my researches. Thank you.
Het ergste wat een mens kan overkomen is om bij inspectie van het vliegenlijnpapier tussen die weerwar van vliegenlijntjes een lieve heersbeest aan te treffen. Mijn god, al van verre lichten die felrode schildjes je beschuldigend toe. Vermoorde onschuld. Dat de mens slecht is, we wisten het al, maar dat hij zo diep is gezonken. Een lieve heersbeest is de goodwill ambassador van het insectenrijk. Zorgvuldig vermijdt hij dan ook om ons aanstoot te geven. Een snoepen van onze oogst, dat doet hij niet. Luidruchtig zoemen door andermans slaapkamer, dat is hem een gruwel. En wat andere insecten wel doen, je door ontzettend gekriebel duidelijk maken dat het gras waar jij met je blote benen in ligt eigenlijk van hun is, is er bij lieve heersbeestjes niet bij. Die trippelen zo zoetjes over je huid dat het bijna lekker is. Maar het meest ontwapenend is toch die felrode kleur, zo rood en zo delicaat als het tongetje van een poes. Zodat je bijna de neiging krijgt om een insect eens een keertje te gaan aaien. Maar ja, dan pas blijkt hoe ontzettend veel te dik en grof onze vingers zijn vergeleken bij zo'n kleinoot. Die vingers van ons die zijn gemaakt om insecten dood te knijpen, om kleine pansertjes te pletten en niet om ze te aaien. Niet in staat om onze liefde te bewijzen, kijken we met kloppend hart toe tot het onafwendbare gebeurt. De kleine die klautert langs je vinger, tergend langzaam omhoog, spreidt daar die delicate dekschildjes en vliegt op. Nog even zien hem en dan neemt de windvlaag hem mee en is die voor eeuwig verdwenen in het geheimzinnige rijk van de roodharige, waar een gewoon sterveling geen toegang heeft. Omdat rood zo fel is, betekent het in de natuur altijd wel wat. Rot op, bijvoorbeeld. Of juist, kom eens hier. Roodborstjes en stekelbaarsjes zijn dan ook op hun roodst in de voortplantingstijd. Mannetjes van de fregatvogel blazen dan een enorme keelzak op. Het komt wel eens voor dat die zak door een rivaal lek geprikt wordt. Want ook rivalen weten maar al te goed hoe sterk zo'n rode borst de vrouwtjes aantrekt. The most irritating question that I've been asked about my red hair is, is it everywhere? Is my whole body like covered in red hair? The big chat-up line for red-headed ladies when you're in a bar is horrible sleazy men coming up to you and asking you if you've red hair all over, if you're red hair all over. And I hate that chat-up line. I really, yeah, and do you? So was do you? Op een dag ging mijn ex naar een waarzegster met lang rood haar. En die vertelde er dat ze een man zou ontmoeten, een grote man met een grote baard. Op weg naar huis ontmoet ze een grote baardige man en sindsdien is ze mijn ex. En heb ik een wantrouwen voor roodharige vrouwen. Het had ik natuurlijk al veel eerder kunnen hebben, want het meest interessante van haar is nou juist dat het voornamelijk bovenop zit. En alles wat bovenop zit en fel is van kleur, dat is een signaal. Kijk maar naar een cowboyfilm. Die met die zwarte hoeden op, dat zijn de boeven. Die met de witte hoeden, dat zijn de braverikken. En die met een veer erop, ja, die zijn de lul. En die met rood haar. Rood, dat is natuurlijk de kleur van bloed, van vuur, van gevaar. En wat trekt mannen nou in vrouwen met rode haren? Het zal altijd wel een mysterie blijven. Maar het heeft iets te maken met de aantrekkingskracht van het gevaar, met het golvende van al die haren en natuurlijk met de bijzonderheid. Want waarom zou je van een ander houden als die niet anders is? MUZIEK
bang hoeft te zijn wanneer je in de spiegel kijkt, is voor het verschijnen van de eerste rode haar. Want rood komt er nooit bij. Dat gaat er alleen maar af. Van al die roodhuiden die er in Amerika waren, is er nauwelijks meer één over. Het zijn allemaal zwarter geworden. Dat hebben die blanken gedaan. En als je als roodharige vrouw met een blonde of bruine man trouwt, dan zul je van dat rood weinig bij je kinderen terugvinden. Of trouw met een kapitalist. Die kinderen zijn ook de sociale beginselen niet meer aangedaan. Die oude socialisten, die liepen achter een rood vaandel, want rood, dat was de kleur van het gevaar. Zij wilden het gevaar zijn. Ach, horsie, horsie. Waar vind je tegenwoordig nog een rode vlag? Dat is nou juist de eigenschap van rood, dat het nooit feller, maar altijd fletser wordt. En misschien schuilt daarin wel de magie, dat rood niet alleen de kleur van het gevaar en van de liefde, maar vooral ook die van de weemoed is.